Beetje krapjes, maar we zijn er door. Het is best wel een wandeling hier door het bos om op de stek te komen. Maar het is de moeite waard. Ik ga jullie meenemen naar een heel bijzonder avontuur. Ik heb namelijk zelf een struinstek gemaakt in een omgevallen bos eigenlijk. Of omgevallen bomen in het water. Waar dat ik normaal vanaf de overkant naartoe zou vissen. Dus we zitten nu echt onder de hengeltop te vissen. Het is echt obstakel vissen, dus ik heb heel mijn materiaal aangepast. En ik ga jullie precies laten zien hoe ik dat aanpak. Ik heb twee netten bij en dat komt omdat we de hengels op twee verschillende plekjes gaan wegzetten. Er zijn allemaal omgevallen bomen, dus ik kan iedere hengel precies zo tussen de omgevallen bomen leggen. En daarom heb ik bij elke hengel een net liggen, want het zullen waarschijnlijk korte drills zijn. Je kunt die vis geen kans geven, dus ik heb mijn materiaal daarop aangepast door volledig met snack leader te vissen. Ik heb dus geen voorslagknoop of iets dergelijks op mijn lijn zitten. Ik vis gewoon volledig snack leader vanaf de spoel. En zo weet ik zeker dat ik iedere vis veilig in het net kan krijgen. Ik heb nog geen enkele vis verspeeld. Waadpakken is echt cruciaal. Je moet naar die vis toe kunnen lopen, tussen de takken. Dus ik zorg dat ik mijn waadpak continu aan heb. Het zijn ook maar korte sessies. Ik heb niet eens een stoeltje bij. Soms heb ik al eens een emmer bij met wat voer erin, maar nu zelfs niet eens. Dus het wordt gewoon echt een sessie van. Ik verwacht max 2 uur. Hopelijk op allebei de hengels een aanbeet. Zo, ik heb het eerste richtje klaar, want we zorgen dat die hengels snel op de stekken liggen. Ik heb de stekken goed voorbereid, ik ga zo meteen wel vertellen wat ik allemaal gedaan heb. Maar in ieder geval het richtje wat ik gebruik is gewoon mijn allervertrouwdste richt. En dat is, ja, het wordt tegenwoordig de WK-richt genoemd. Het is het knikje in de krimkous die ervoor zorgt dat de haak altijd precies achter de harde rand en de onderlip inhaakt. Ik zeg al, ik heb hier nog geen enkele vis verspeeld en zijn er toch intussen meer dan 25 op de water die ik gevangen heb. Dus ik weet gewoon 100% zeker dat de vis die ik vandaag ga haken, hopelijk, dat die ook netjes in het net gaat komen.